Beste mensen, beste familie, we staan hier vandaag samen op de begraafplaats in Wendwijk. En meer bepaald aan de strooigedeelte. Aan het strooigedeelte hier links van mij is de plaats waar we in enkele ogenblikken de as van uw dierbare, van uw vader, van Erik, zal uitgestrooid worden. Het is uiteraard een niet alledaagse plaats, maar het is toch ergens een plek, een oord, waar jullie naar de toekomst toe zeker keer wel terugkeren. Hoe ga je terugkeren? Een keer alleen of een keer met vrienden en familie? En terugkeren alleen, om mijn gedachten terug bij je vader te zijn, bij Erik te zijn, bij mij te zijn. Of om eventjes te bezinnen. En waarom niet? Om nog een keer het traantje weg te pinken, mocht het nodig zijn. Of om raad te vragen wanneer je plots moeite krijgt in het leven. Het terugkeren met vrienden en familie is dan een heel mooi moment om al de herinneringen uit het verleden terug te halen. Beter genoeg zijn we vandaag voor de laatste afscheid. De laatste afscheid van de dierbaren. Dan een kleine tekst als afscheid vraag aan jullie allen enkele ogenblikken stilte ter nagedachtenis van overledenen.